André van Grol, je bent directeur bij SDOK. Hebt natuurlijk ook door het werk al heel veel christenen ontmoet. Ja, die wel verhalen kunnen vertellen over getuigen met moed. Is er nou één verhaal wat jou betreft bovenuit springt? Of wat bij jou echt nog heel scherp op je netvlies staat? Er zijn inderdaad een heleboel verhalen die ik zou kunnen vertellen. Het verhaal wat me altijd heel erg heeft geraakt, dat is het verhaal van de grondlegger van SDOK zelf. Van Richard en Sabina Wurmbrand. Richard die heeft 14 jaar gevangen gezeten in Roemeense gevangenissen. En is daar ontzettend gemarteld en geslagen. Om het enkele feit dat hij is opgestaan tijdens een bijeenkomst met geestelijke leiders. En met communistische leiders. En daar getuigde ten overstaande van duizenden mensen dat Christus de belangrijkste was in zijn leven. En dat verhaal, daar op te staan, dat heeft mij altijd heel erg geïnspireerd. Ja, want het was een bijeenkomst waar dominees bij elkaar waren gebracht, waarbij de communisten probeerden om het communisme en het christelijke geloof aan elkaar te koppelen eigenlijk. Inderdaad. We gaan even naar dat fragment kijken en dan praten we daar straks nog even over door. Asadar. Partitul comunist sunt binevenite. Este exact ceea ce Dumnezeul nostru consideră că trebuie făcut în aceste zile ale noastre. You do know that if I speak now, you will have no husband. Calea pe care ne-o indică și pe care a mers marele partid bolșevic, I don't need a coward for a husband. Conducător Iosif Vissarionovici Stalin este pe calea, este calea pe care și noi cu toții trebuie să o străbatem. Este calea colectivizării, calea electrificării, calea industrializării țării noastre. Scuzați-mă, aș dori să iau cuvântul. Scrie un bilet ca toți ceilalți și așteaptă-ți rândul. Da, sau aș putea să cobor acum. Îl cunoști pe omul ăsta? Da, Richard Wurmbrand, pastor luteran, e foarte respectat. Wurmbrand? Nu o să ne facă probleme, nu? Nu. Cred că susținerea unui reprezentant al Consiliului Mondial al Bisericilor ar ajuta. În continuare, îl vom asculta pe pastorul Richard Wurmbrand, luteran, reprezentând misiunea Bisericii Suedeze și Ordinul Mondial al Bisericilor. Dragi prieteni, ne-am adunat astăzi aici ca Sfânta Preoțime a lui Dumnezeu să preaslăvim numele lui Hristos, nu partidul. Comunismul i-a transformat pe frații noștri în martiri. Cum ar putea fi lăudat? Datoria noastră nu este să susținem puterile lumii care din și pleacă. Datoria noastră este să preamărim numele lui Dumnezeu, a tot Creatorul și a lui Hristos, Mântuitorul, care a murit pentru noi pe cruce. Iisus a fost retras. Iisus a fost batjocorit de cei care îl sângeau. Mai fă un miracol. Wurmbrand ajunge. I-ai salvat pe alții și nu te poți salva pe tine? Ajunge! Miracolul a fost! Tăia-ți microfonul! Că deși l-au bătut și l-au tinguit, ajunge! Iisus-i tala! Iisus-i tala! Iisus-i tala! Ajunge! Tăia-ți microfonul! Imediat! Imediat! Ce-i tala, pastor? Ja, André, een indrukwekkend fragment uit de film Torches for Christ, die SDOK ook heeft uitgezonden online. Wat raakt jou nou met name in dit fragment? Ja, het hele bijzondere in dit fragment vind ik voor mijzelf in ieder geval, van Wurmbrand was niet zomaar een dapper iemand die daar zelf ging staan. Hij had ook net de aanmoediging van zijn vrouw nodig om daar inderdaad op te staan. En hij kon er niet omheen. En hij getuigde daar inderdaad van Christus, dat hij... Vind ik een heel bijzonder fragment. Ja. Een prachtige film, die is ook nog steeds ook te bekijken, gratis, via de website www.sdok.nl/films.
Dan kun je de hele film bekijken.